Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Ik ga op bezoek bij Bert, fruitteler in Kortenaken. En hij gaat mij de allereerste Jonah Goretz van dit seizoen laten zien. Bert, mag je erbij? Ja, kom maar. Hoe is het? Ça va. Amai. Zeg, de Jonah Goretz, spreek ik het juist uit? Ja, Jonah Goretz, inderdaad. Jonah Goretz. Ja. Ik denk, de meeste kijkers, ikzelf ook, we kennen voornamelijk de Jonah Gold. Hoe is de Jonah Goretz ontstaan? De Jonah Goretz is in feite het rode broertje van de Jonah Gold. Een, okay. Een mutant. Dus het is wel van dezelfde? Het is van dezelfde familie. Oké. Okay. Mijn onkel Jos Moren zag ongeveer 40 jaar geleden in de top van de Jonah Goldboom vier appelen die diep roder van kleur waren en egale rood. En daarvan heeft hij dan enten genomen. Enten, wat is dat juist? Ja, dat is een eenjarige scheut op een tak. En je knipt die af en dan zet je dan op een onderstam. En zo heb je een boom. Dus van die takjes heeft hem dan eigenlijk verschillende bomen. En dit allemaal gemaakt? Onder andere iets meer dan dit. Oké, oké. Okay, okay. Een paar miljoenen bomen, denk ik. Een paar miljoenen bomen? Ja, zeker en vast, ja. De appelen die ik nu zie, die zijn nog niet diep rood. Hoe komt nee. dat? Dat is pas vanaf volgende week dat de eerste appeltjes gaan beginnen rood te kleuren. Ja, dan is het echt vol een bak. Echt vol een bak. En die dat hier aan de bovenkant hangen? Dat zijn de voorlopers. Dat is hier en daar een appeltje dat al begint rood te worden. De allereerste van het seizoen, joh. De allereerste, ja. En ik mag die proeven. Bert, kunnen we zo misschien al een goede voorloper ergens gaan zoeken? Nou, dat is geen probleem. Mag je krijgen? Je rij maar. Dat is goed. Moet mij wel uitleggen hoe dat uw auto werkt. Hier op de knop duwen, staat een gang. En hier op de pedaal duwen. En dat is het stuur. Oké, kom dan weg, jong. Jepla. Cool is dat, jong. De appelauto. Je zou het niet zeggen, hè? Maar ik heb al 7 jaar mijn rijbewijs. Daar is er een. Ja, dat is wel normaal. Dat is normaal. Ja. Kunnen mij eens laten zien dat je best een appel plukt ook? Best een appel plukken is hier met uw vinger op het steeltje en altijd omhoog duwen. Krokant, lekker zoet ook. Waar kunnen de mensen de Jonah Goretz vinden? Vanaf volgende week ligt de nieuwe oogst in elke supermarkt. Dikke merci Bert, ik heb iets bijgeleerd. Ja. Jonah Goretz, een woord dat ik nog niet kende. Nee.